Oh my god, I gotta watch out what I'm saying right now. Yeah. Go ahead, man. For the Down the Hill podcast. My lord, is there a Down the Hill podcast? Yeah. The dawn of a new era. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Europe and all the ships at sea. Fighting out of the blue corner, in the black trunks with gold trim, weighing in at 220 pounds. Wil jij een podcast aan doen? Nee, ik wil dat niet. Tartar. Ik ben geen artiest, hè. Als ik hem moet uitleggen, dan kan ik het niet. Ik pak niet een papier. Komt hier nog maar met een interview. We zijn hier op Down the Hill, Rillaar, 2024. Down the Hill ging bijna niet door en toen wel. Geen idee. Ja. Iets met brandveiligheid, een verkeerde geparkeerde auto, een Hollander. Ja. Dat is alles dat ik weet. Dat was van shit, what's happening. En ja, we hebben het gelukkig kunnen redden. We hebben Maria geroepen. En Maria zei, oh, maar dat gebeurt regelmatig een keer. We hebben de parking terug open gekregen. We hebben reserveparkings geopend. We hebben extra brandblussers. We hebben alles extra gefixt. And we're still alive. Alles ging mis en alles werd weer beter. Super! Ik ben Johan en ik ben eigenlijk de terreineigenaar en een beetje een soort peetvader van dit festival. Ik ben daar destijds mee begonnen als een open deurdag. En daarna is dat een mestfest festivaletje geworden, wat ook nog redelijk chill was. Maar ondertussen is dat hier uitgegroeid tot een volwaardig festivaletje, moet ik wel zeggen, met goede muziek. Ja, vooral dat echt. Dus dat is hier altijd een goede sfeer. Ja. Zelfs als het regent. Ja. Maar het heeft wel ondertussen ongeveer zijn maximum bereikt. Ja. We willen het eigenlijk niet groter maken, want het moet gezellig blijven. Ja. En echte muziekliefhebbers. Ja, echte muziekliefhebbers. Ja. Dat vinden we, ja, daar doen we het voor. Zalig. We hebben veel boksen hangen en goede boksen. We hebben geïnvesteerd een beetje voor dit festival. En veel bijgekocht. Het is, vorig jaar was het geweest, maar dit is een grote stap omhoog. En volgend jaar gaan we misschien wel nog een beetje meer hangen, maar ja. Ik ben super blij. Het klinkt mega goed. Ik heb de testrun gisteren ook. We hebben een paar kleine problemen moeten oplossen, maar tegen dat ze opgelost waren, een blij man. Ja. En dat werkt ook gemakkelijk, hè, als het al allemaal goed klinkt van zijn eigen. Thank you very much. And encourage everyone to take a stance in favor of consent. It's quite a kind of a Belgium, you know, because of what kind of music and what kind of culture, yeah, you know, and I think we share some good times together. Er is toch nog cultuur onder de kerkentoren. Wel, we zijn er hier ingevlogen om 8. En de eerste time check was 9 en toen had ik iets van wow, dat gaat hier toch nog wel even duren. En de volgende time check was 47. 10:47. Dus de tijd heeft weer een loopje met me genomen. Ik vond het heerlijk. Ja, het was heel leuk. Ah ja, daarnet was wow, echt waar. Ik weet niet hoe dat die band noemt, want ik volgde allemaal niet. Hè. Dus ik heb er geen enkel idee van. Maar die band is juist op een ander podium. In de doodsaskader. Fucking hey, man, wat was dat, jong? Wat een revelatie. Fuck, dat was goed. Heb je dat gezien? Ja, echt aangenaam verrast. En toevallig persoonlijk heel actueel voor mij. Ik vond het fantastisch. De tekst aan kon meevolgen. En zo, ja. Ja, dat heeft me geraakt. Dat was goed. Ja, echt. Muziek is geweldig. Dat is heel viking. Het is een vikingfestival. Ja. Okay. Oh, wie vraagt dat ook? Ja. Dat is mijn derde editie. Ooit gekomen omdat ik echt met een hardcore wolvenlist van. En eigenlijk, we blijven terugkomen. Een kleine schaligheid, maar I love it. Best ja, echt gewoon. De
mensen die hier zijn, denk ik, zijn hier voor de bands, voor de sfeer en niet voor de randanimatie. Is denk ik bottletoes of van die Ferris wheels, wat zeggen ze in het Nederlands? En eigenlijk, dat soort festivals, dat moet blijven. Super frisse line-up. Een Doetskader, Brickfield, Tak. Fantastisch. Echt fantastisch. Echt geld waard. En ik hoop dat dat kleinschalig blijft. Nog eens een van. Weet je, mensen zijn vriendelijk. We mogen hier ongegeneerd lelijk zijn. We moeten mijn buik niet intrekken. En fantastisch. Allee. We zijn hier vorig jaar ook geweest. Super goed geamuseerd. Dus no-brainer om dit jaar terug te komen. Dat is gewoon dat je weet dat nu in je agenda staat om hier naartoe te komen. Nog eens bounden, nog eens samen zijn, omdat je weet dat is dezelfde muziek. Moet ik mijn zwoele stem gebruiken of niet? Ik ben Elke. Ja, en ik verkoop goede plaatjes van Brickfield en mooie t-shirten. Mijn indrukken van Down the Hill. Ik vind het een heerlijk festival. Ik vind het niet alleen Down the Hill, maar Down to Earth. Het is een gemoedelijk festival. Ongelooflijk fijne mensen. De mensen zijn niet slecht gezind. De gemoedelijkheid, de toegankelijkheid voor iedereen. Het is een zeer warme omgeving. Ik vind het fantastisch, hè? Het is heel, heel tof. De Bonnekersverkoop loopt heel goed. Heel het festival loopt heel goed. Er zijn genoeg vrijwillige, allegaand medewerkers die hier zijn voor problemen op te lossen. Dus, het is hier altijd, het loopt hier altijd fijn. No. Ik werk hier aan de Toog. En het is hier kei fijn, de sfeer is kei leuk, de mensen zijn allemaal kei goed gezind. En ik heb rechtstreeks zicht op het hoofdpodium, dus het kan gewoon niet beter. Hey, Down the Hill podcast. Ja, Down the Hill, yo. Topcast. Down the Hill topcast. Wat drink jij? Lekkere waanzin, de juisteste vampier. Komen betalen met goudbaren en de bloedcoins. Achter de Toog is keigoed. Het is hier, we zitten hier keihard in de flow. We zijn hier goed aan het gaan. En uw klanten? Goh ja, die drinken echt belachelijk veel rum cola. Allee, hier toch naast mij. Die drank? Ah, rum cola, ja. Ja, I only speak Flemish. I don't speak English. Oké. Okay. Yeah, we like rum cola. Irish coffee is geweldig. Ze gaat voor haar tweede en zeker niet haar laatste. Dat is zo gewoon, je gaat gewoon een pinken halen. Dat is zo chill hier, alleen. En nadien werk je nog 10 keer zo zet van die 5000 blauwe chemis. Dus, ik wou eens een synthesizer inladen. En die zei, de oudste van Knot, de baard, oude man. En die zei, wow. En dan zei, nee, niet op de kar, ik draag dat wel. Knot heeft net gedaan. Knot was heel vet. Dik in orde. Eindelijk gezien. Knot. Ja, goed. Ja, goed. Ja, dat is hier onwaarschijnlijk dat je hier nooit rechtdoor kunt wandelen. Ik ga altijd een kant op. En waar dat je terecht komt, dat weet je niet. Maar je kunt gerust zijn dat je ergens goed terecht komt. Van de ene ervaring in de andere eigenlijk. Allemaal niks aan exclusiviteit. En, als ik een paar stappen op het terrein gezet had, begreep ik onmiddellijk waarom dat hier Down the Hill heet. Ik lag bijna 50 meter naar beneden gerold. Met mijn gewicht. Het zou nogal een lawine veroorzaken in het dorpje. Mijn tenen doen pijn van Down the Hill te staan. Het gaat hier bergaf.
Niet met mij, maar met de grond. Ja, zeker, zeker. Die met verzwaarde zolen weliswaar. En een goede stevige boot voor het relief, hè, want het gaat hier wel degelijk down de hill. Dus hoe meer de, naarmate de avond vordert, is het ook natuurlijk moeilijker om stabiel te blijven on de hill. Daar heb ik mijn schoeisel uiteraard op aangepast. Een voorbereid man is er twee waar, zeggen ze wel eens. En in het Hageland is dat zeker zo. Ja, het vaakst gehoorde mopje aan de toog is mensen die hier boven komen en die zeggen het festival moet van naam veranderen. Het is niet down the hill, het is up the hill. En je ziet ze met hun biertje in de aanslag naar boven komen en het soms ook gewoon net niet halen. Dan raken ze net tot daar. Kostelijk hier, kostelijk uitzicht. Gelukkig zitten we hier op een zandneemgrond. Dat draineert lekker. En van overstromingen of modderpoelen is er nog weinig of geen sprake. Dus wat dat betreft is de organisatie echt wel heel goed, goed ingespeeld op het geografische gegeven van deze ligging. De mentaliteit van down the hill, but in the end we go up the hill. Maar daarna mocht je wel altijd down gaan. Je kunt zelfs rollen. Ja, weet je, dat is een beetje hetzelfde verhaal weer de cultuur in het Hageland. Dat is een beetje zoals... Neem maar de Vlaamse wielerklassiekers, dat zijn zo van die dingen dat je afvraagt van ja, waarom doen mensen zoiets? Ja, en niemand heeft er een antwoord op. Het is totaal overbodige onzin, maar weet je, we blijven het toch maar doen, ja. Goh. Oeh, of wat? Fuck de muziek! Oh, ja, nee, of nee of wat? Maar hij is wel blij. Oh, of hoe, wat? Hoe blij is hij wel? Heel blij. Blij of wat? Heel blij. Maar we moeten ook pizza's pakken. We moeten strak zijn. En pizza's pakken. Maar zeg. Het eten dat toen. Ik heb niet gegeten, alleen maar gewerkt. Eten was goed. Eten was goed. Ja. Heel goed. Was goed. En, ik ben zelfs gaan bijhalen. Hey. Laatste ronde! Ik vond het leuk dat de frituur open was tot na 2 uur. Heeft mij gesmaakt. En voor de rest, ja. Mooie deco, mooie versiering. Lekker gegeten. Een vleeskroket en mini lumpia. Momenteel eet ik hier een frietje met mijn vriendin. En een bulletje. Ik heb hier al een keilekkere vegan kebab gegeten. Ja. Ja, ik vind ook wel leuk dat het vegan is, ook pikant. Ja. Lokaal eten, van de boerderij, lokaal ijsroom, geen AB InBev biertjes. Ook genoeg schaduw door in de dag, zodat niemand een zonnesteek kreeg. Dus heel veilig, heel brandveilig blijkbaar ook. Dat is hier gewoon een kleine chill gegeven. Dat is hier gewoon een gezellig festivalletje. Iedereen is blij, iedereen is vrolijk en iedereen is chill. Ja, maar ondertussen draait de vinyl hier gewoon door. Hè. Kijk, dat is hier authenticiteit DJ. Dat ja, is wel oké, okay, denk ik. Ja, dat is gisteren. Maar nee, ja, dat is waar eigenlijk. Prachtig. Goed, dan. Dat, nee, we gingen. Ik heb een heel lang nummer gedraaid van Kamp. Maar echt heel lang. Echt zo 20 minuten. Ja, dat is zalig nummer gewoon. Halleluja noemt dat nummer. Die kan man, hè. Die kan dat. Ik kan dat gewoon laten. Een beetje vermoeidheid, snap wel. Oké. Snap wel. Geen toegang verlenen tot het festivalterrein. Dat wil je nu weten. Geen idee, ik ben hier voor de eerste keer en ik kom gewoon helpen. En als hele crew hebben we dit gedraaiende gehouden terwijl alles super vermoeiend was. Hier wordt hard gewerkt en leuk gefeest. Ik werk hier in de keuken. Ik ben deel van het vast keukenteam en wij zorgen dat alle medewerkers en alle artiesten
En de crew van allerhande genoeg eten en drinken hebben. Wij staan hier in het middelpunt van alles. Ik ben hier vliegende medewerker. Ik amuseer me hier te pletter, terwijl ik hopelijk alles meedraaiende hou. Kussen, hè. Kussen en nog eens kussen. Ja. Wij zijn het eco-team en we houden hier alles proper. Ja. Zie je zo proper dat het is? Daarom. Dat de hallo daar voldoening hebt. Ja. Is er? Nog een poosje. Uiteindelijk zijn het respecten en tafeltjes. Tafeltjes, supergezellig. Genoeg stoeltjes, denk ik, voor iedereen. Nee, maar de tafeltjes stonden op Cirque Chitan. Ik denk dat er een grote deelverzameling is met de Cirque Chitan. Ja, er zijn veel vrijwilligers die van de Cirque Chitan mee naar hier gekomen zijn. Echt een toffe crew die we erbij hebben, die het mee mogelijk gemaakt hebben, die heel hard gewerkt hebben. Kei tof. Ik zorg dat instrumenten en gerief van punt A naar punt B verplaatst worden. Van beneden naar het podium, op het podium of op het podium, terug naar beneden naar het podium. Meer niet. De sidestage moest volledig ontruimd worden natuurlijk. I provided the backline that was rented by a couple of musicians. No, it's a backline rental. Ik ben Klankman. Ik heb hier de eer gehad om dit weekend de sidestage te mogen mixen. Ik vond het allemaal wel unieke bands. Met een eigen genre en een eigen mentaliteit. Allemaal heel uniek. Ik ben eigenlijk opnameverantwoordelijke. Alles wat dat hier wordt afgespeeld neem ik in alle sporen op, zodat dat later kan afgemixt worden. Ze hebben hier ook een videocrew die dat hier van alles op filmen en zo. En dan gaan we dat allemaal samenvoegen op het einde. En iets plezant van maken, hè? Een beetje reclame en zo. Zo. Ik loop dus heel de tijd rond tussen podia, opname en opzetten. Zien dat het gelukt is. Tot heden is het allemaal al goed gelopen. Het klinkt allemaal goed, niks is aan het oversturen en wat is het? Ik ben hier eigenlijk 3 dagen ingehuurd om muzikanten veilig en wel van de luchthaven of het station op te halen en naar hotel en festivalterrein te begeleiden met mijn tourbusje. Dat is eigenlijk wat ik doe, zorg dat iedereen op tijd overal geraakt. Ik heb Engelse muzikanten gehad, muzikanten uit Finland, muzikanten uit Noorwegen. Ik heb een journalist-fotograaf uit Spanje tot hier begeleid. Dus ja, eigenlijk een beetje van over gans Europa. Dus de mensen die niet met eigen vervoer tot hier geraakten, die zijn ingevlogen of ingereden met de trein door de organisatie. En ik moest die dan wel oppikken. Ik ben op vraag van de organisatie foto's aan het nemen van het festival sinds gisteren. Dus ik neem foto's van, zowel van de muziek als van de mensen op het terrein. Ja, alles wat hier rondwandelt. Die kan die riskeren van op de foto te gaan. Oh, ik let vooral op mensen in feite. De muziek, die is, de beweging op het podium vind ik heel belangrijk. Uh-huh. Dus, en ja, dan de mensen op het terrein. Voilà, de man daar in het blote bovenlijf met de, ja, met de witte baard. Die kleurrijke figuur. Ja. Die neem ik graag op plaat. Wij bieden de eerste hulp aan de mensen. Ja, eerst hulp bij ongevallen. Als er iets zijn wij. Ja. De eerste personen die direct gaan inspringen, zijn er al hier en daar mensen die een sneetje hebben. Een sneetje eigenlijk, maar niet echt iets speciaals. Vooral wondzorg. Yes, sir. The one and the only. Hey, je mag naar de andere kant toe. Zeg er eens. Kom, zeg, kom eraan. Wat jij een koffie? De rum is op. Kan ik je helpen, man? Maar ik kom toch niet op de podcast. Op de podcast, ja. Op de kopskast. Nee, wat moet je hebben? Oké, een pintje. Een pintje. Alsjeblieft. Zie je, kijk, ik heb gewoon eerst een pintje geschonken en dan ga ik zelfs hem weer. Coming on. School, hè? Oké? Gin tonic? No, 3 gin tonic. Belgische gin tonic. 6 alsjeblieft. Woehoe! Komt eraan, zijn we makken, hè? 3 pintjes. 3 pintjes. Eentje! Eentje, komt eraan.
energy. Don't miss the next band. They're Rags. They're fucking fantastic. I shared the stage with them. So let's go check them out, all right? I'll be right with you. Come on, people. I'm just a visitor, but a visitor from another festival, from Krachenbach, more or less. I came with those guys. Been the first time here. I'm filming the concert, some of the concerts, primarily for myself, but on the other hand, I always give contact to the festivals. Genieten van een fantastisch festival. Ik vind het, normaal gezien hou ik niet van festivals. Omdat het massa-evenementen zijn, terwijl dit is kleinschalig. De programmatie is ongelooflijk, vind ik. Het is een staalkaart van alles wat er van alternatieve rock is. De mensen zijn hier goed gezind. Alles is hier relaxed. Maar dus, ik kon dat hier niet vinden. En dan heb ik de weg gevraagd aan Arthur Brown. Die was verloren gelopen en die zat in een bietenveld. En dus... en ik heb hem nog gezegd, nee, die blaadjes van de biet, dat is niet om te roken. En die heeft mij dan heel hartelijk bedankt. Well, there is a beautiful atmosphere here. The food is great. On one of the occasions where somebody has bothered to get us a place to change all the costumes, this is one of the best. So, and all the people I've bumped into and the people who are helping us put the band on stage, it's a very good atmosphere. Yeah, so I'm glad we've come to this. And there's plenty of dogs. Yeah, and we're looking forward to playing it. It's a beautiful festival. Very, very cool. Lovely it's atmosphere. Really nice vibe, yeah. Yeah. People are very warm and friendly, I say. And we're really excited. Yeah. Really, I'm excited that I'm here too. Oh. All right, all right. How's everybody feeling? Yeah. That sounds good. I think we've come to pretty much the pinnacle of this evening. Transport yourself back to 1968. Who's topping the bills? We're talking The Who. We're talking Jimi Hendrix. We're talking the one, the only, father of Hellfire himself, the legendary, Crazy World of Arthur Brown. I'm walking along, going nowhere, doing nothing, while the world goes rushing by. I got no cares, I got no worries, I got the great big sky. Everyone knows that life is simple, but most don't want it that way. So they build a bubble to keep out the trouble.
time for us to finish because we've done our set and a bit more. And it's really bad manners to play too long when there's still somebody else to play. So we'll bid you good night, and you've been really wonderful, and we've enjoyed singing for you. Off the ground. Ladies and gentlemen, let's make some noise one last time for the great, the fantastic, iconic, the one and only, Arthur Brown! Thank you, sir, for gracing us with your presence. Dat ik rustig anderhalf uur langer had kunnen spelen. Ja, wij dachten ook fire en dan gaan zo tegen het einde komen, de cheap shots. Nee, eigenlijk, derde nummer, jongen. Ja, derde nummer, we zijn er vanaf en dan gewoon, wij doen Arthur Brown. Waar Arthur Brown nu is, anno 24, is mega cool. Dat is de Walker Brothers, David Bowie, all those guys that can really sing. Screaming Jay Hawkins. Maar hij staat hier, man. Hij staat hier. En hij liedjes. Hij staat hier nog en hij zingt. En hij wordt baaf, joh. Ja, echt waar. En hij weet van, oké, ja. De mensen reageren op een vlammetje links en rechts. Maar uiteindelijk, het is de zang dat hem het toe. De passie dat hem het toe. En de toewijding dat hem het toe. Hoe stonden wij hier gewoon te gaan? Ah, complete dedication. Complete dedication. Dat is onmenselijk goed. Onmenselijk goed. En dat was het. Dat was het. Is dat ding dat je zoekt in een live show. Dat zoekt je. En dat krijg je nooit in die mate. Ik vond dinges. Arthur Brown. Vond ik wel goed. De gitaar was super. Ik kwam naar hier zonder dat ik eigenlijk wist naar waar ik ging komen kijken. Mooi meegenomen. Fire. Het was een fire. Ja, letterlijk, zijn hoofd was in brand. Dat was vet. Die komt rechtstreeks van een andere planeet. Echt, hè? En dan komt hij hier zijn... Mooi. Ja. Maar die man die kroop in werelden. En dat was heerlijk, hè, zo. Dat nummer begon en dan ging die af. Dan kleedde hij zich om, kwam hij terug en dan was dat een andere persoon, dat sublagen. Fantastisch, fantastisch. Ja, een dansende vlinder. Hoe mooi. Intens. Sprookje. Ik vond dat keigoed. Ja, echt. Ik had die al gezien in Herzberg, maar ik vond het fantastisch. Het is een heel erg goed festival. Het is... De muziek, it just touches you. Yes. Nu Arthur Brown. Maar hij is 80, 85, 82. Maar dat zit... 28 for life, hè? 28 for life. En dat gevoel was gewoon overal. Ik had geen verwachting van die show en het was beter dan al de rest dat ik gezien heb. Dus, ja, we moeten meer hebben, hè? That about does it for tonight. The next band coming up is Kaleido Bolts in the other states. Favoriete band. Dan zou ik zeggen Iron Gin. De Glux, ja, dat waren mijn favorieten. Ja. Die zijn echt super catchy, super fun. Ja. Niet te traag ook, want soms is het zo wat rustiger, maar dat was ook wel. Let's make a little noise! I hope you all enjoyed Mojo and the Kitchen Brothers. Mojo and the Kitchen Brothers. Ah ja, voilà. Ja. Ik vond hun outfit heel leuk. Die hadden echt wel een blitse outfit aan, want die hebben wel stijl. Dat apprecieer ik wel. Ja. Ik vind de band die Downhill boekt
Ze letten op hun kostuums. Het is niet alleen een feest voor het oor, maar ook voor het oog. Dank jullie wel voor het komen allemaal. Down the Hill, een gek festival. Volgend jaar weer, hoppakee. Okay, but I think the vibe is very good. Like, everyone's so like enjoying themselves, you know? And I think they're very creative with their stage performance. Yesterday I watched a band and they were wearing hoods and the mask. It's crazy. Really good. I loved it. Yeah, the festival is extremely nice in any fashion. Like, it remembers me of the very, very early Herzberg festivals. Ik vind het een hele mooie combinatie van organisatie, samenwerking, kwaliteit van geluid, licht. Ja, professioneel niveau. Oh man, ja, die heeft mij wel een bonk gegeven. En die was er, hè. Was mooi, dat was echt. If you've never gone to Down the Hill, I very recommend you go. Het is geleden sinds Woodstock dat ik me nog zo goed geamuseerd heb. Super chill. Oh yeah. great festival, great. It was a great day, so thank you. Yeah, this is the best festival I know, because the bands are very good and the people are very cool, I think. I come back next year. Ik vond het zeer leuk. Ik ben blij. Thank you so much. Thank you so much, all the team people, the volunteers, sound people, stagehands, brilliant crew. Thank you so much. Thanks to Arthur Brown for preparing this stage. Unbelievable. What an icon. What a legend. All right, brothers and sisters, I guess that about wraps it up for this edition. Thank you so much for coming down. I think this was a great edition. Down the Hill 2024, a success. And I would be remiss to not mention, and please give a round of applause to the fantastic organization who have been working very hard to make this festival a success. Thank you so much. And last but not least, you guys, because without you, none of this would be happening. I hope to see you all next year. Have a good one. See you later, brothers and sisters. Peace out. Nice bonfire. Ik heb daar vuur gemaakt. Ja, gewoon een bol klei gepakt en dat gekneed. Tot het allemaal ijzer was en dan figuurken ze gemaakt. De mijn net in brand gestoken. Ja. Dus, het is de eerste keer dat ik het zie in brand, maar ik vind het wel fijn.